Het werd heel vaak in een bol. Kent je daar een bolpidon heten? Nou, goedemorgen beste mensen. Vandaag hebben we een hele bijzondere patiënt. En het werd heel vaak in een bol. Kent je daar een bolpidon heten? Het zijn hele vriendelijke slangen. En deze heeft een hele mooie kleur. Een beetje albino-achtig. Nou, waar komt deze slang voor? Die komt voor zijn oogproblemen. Na een vervelling is er een deel van het vel op de oogbol blijven zitten. Een slang vervelt van voor naar achter. Als een soort pentikous wordt hij dan van het lichaam afgestroopt. Maar de ogen, het vel gaat ook over de ogen heen. En daar ga ik nu even naar kijken hoe dat eruit ziet. Nou, het is een beetje korrelig. En er zit nog een stukje vel op. De eigenaar is al gaan zalven met de vette oogzalf. Met het idee dat dan dat het vel er dan makkelijker afgaat. Het heeft maar ten dele gewerkt. En vaak zie je dat pas bij de volgende vervelling, dat dan het vel eraf gaat. Dus advies wordt om vaker te zalven met vitamine A oogzalf. En dan hopen we dat het bij de volgende vervelling het oog weer mooi schoon wordt. 1,36 kilo. De slang is niet heel vet. Je kunt zijn rug kun je zien. Nou, we gaan hem zalven. En dan we give ointment for, and then we have contact in 2 weeks. Otherwise you have to come back for the check him again. And you have to try to give for 4 or 5 times a day the ointment on the eyes. De ogen zijn nu een beetje droog, want hij heeft door de bak gekropen. En dat vecht hij zelfs weer af. En het is een hele verstandige eigenaar, een very good owner. Because she had a bottle of hot water, warm water, in een Tempex doos. En een handdoek. Zo blijft de slang lekker warm. Want het is buiten behoorlijk koud. Ik moest nog op krabben en het was min 4. Nou, ga je terug in zijn bakje. En dan ga je hem zelf en dan zal het waarschijnlijk goed komen.